Vorig seizoen was het kommer en kwel in Os. De ploeg eindigde als laatste in de Jupiler League. Maar dit seizoen zou anders worden. Met een nieuwe trainer, een betere selectie en een werkelijk prachtig gerenoveerd hoofdgebouw. Dit is de CSE Lounge, onze business lounge. Het betekent kansen, meer inkomsten. Ik denk dat we hiermee het topje van de Jupiler League wel bereikt hebben qua accommodatie. Qua accommodatie wel ja, maar sportief blijft SC Os nog flink achter. De ploeg staat voorlaatste en hoewel het seizoen nog lang is, dreigt degradatie naar de tweede divisie. Als je voorlaatste staat, dan bestaat die angst. Ik merk die angst ook en ik begrijp die angst ook. Want in 2010 degradeerde FC Os al eens naar de amateurs. Een horrorscenario. De club heeft die tegenslag toen kunnen overwinnen. Maar dat wil niet zeggen dat wij nog een tweede keer zo'n tegenslag willen hebben. En het is ook geen zekerheid dat je zo'n tweede tegenslag te boven komt. En dat heeft ook financieel heel veel consequenties. We hebben natuurlijk de laatste periode heel veel verantwoord geïnvesteerd. Maar dan wel in een toekomst in de Jupiler League. Dus dat zou een enorme tegenslag zijn. Het staat als een paal boven water dat handhaving in deze competitie voor ons van levensbelang is. Om het tij te keren moet FC Os vrijdag winnen van Achilles 29 en de week erna van Jong FC Utrecht. Zo niet, dan gaat waarschijnlijk de kop rollen van trainer François Gesthuizen. Ik hoef hem niet uit te leggen dat die twee wedstrijden van groot belang zijn.